Als je met horten en stoten en met bidden en smeken een zaal vol krijgt, moet je het dan nog wel willen. André Hazes Jr. kreeg met moeite Ahoy vol en de mannen van vandaag een site hebben, met nog dik een week te gaan, lan niet alle kaarten van hun Ziggo-event uitverkocht. Ze staan daar volgende week zondag om de oudejaarsspecial op te nemen. Volgens media-criticus Victor Vlam zijn nog ongeveer een derde van de kaarten beschikbaar. Hoewel VI op televisie een kijkcijferkanon is, heeft men het er dus niet massaal voor over om ook echt harde knaken voor de heren neer te tellen. De kaartjes gaan op vakantieveilingen voor een habbekratsweg. Je kunt daar twee tickets voor 5 euro krijgen, bizar. Daphne Bunskoek gisterenavond in RTL Boulevard, de heren wisten er vorig jaar gemakkelijk een slaatje uit te slaan met een groot evenement in Ziggo Dome. Toen vlogen de kaartjes over de toonbank, maar dit jaar is dat wel anders en worden de kaartjes voor een schijntje aangeboden op vakantieveilingen. De VI-mannen lijken nu net op André Hazes junior, al dus Daphne. Het kan trouwe fans van VI niet ontgaan zijn dat Wilfred, Johan en René alles aangrijpen om kaarten voor hun VI live in de Ziggo Dome te verkopen. Net als bij André Hazes junior. Gaan deze kaartjes nu via vakantieveilingen voor een habbekrats over de toonbank? Wilfred Gené verdedigt de slechte kaartverkoop in gesprek met Boulevard: Ik denk dat er nog een paar duizend kaarten liggen. Dat was vorig jaar ook zo. Pas die laatste week worden mensen wakker, dat hadden we vorig jaar ook, en denken ze F-sterretjes CK, daar moeten we bij zijn. Die tickets zijn niet uit paniek op vakantieveilingen gezet, meent Wilfred. Ja. Johan begon er ook al over, van wat is dit nou weer? Ik zeg, Johan, zij hebben vanaf het begin die tweede ring verkocht en dat heeft helemaal niks met ons te maken. Vakantieveilingen heeft toen wij begonnen aan dit project gevraagd: mogen wij de tweede ring verkopen? Hij vervolgt: De essentie is: als je een dure kaart beneden koopt, kan het niet ineens zo zijn dat je naast iemand komt te zitten die er de helft voor betaald heeft, maar ik heb er echt alle vertrouwen in. En ik niet alleen, het hele team. Luke Kink denkt dat de mannen van VI zich hebben verkeken op de Ziggo Dome. Het is een nieuwe trend, hè? Als je een hele grote jas aantrekt, dan is die soms een beetje moeilijk te vullen en dan hebben ze vakantieveilingen om de laatste kaarten te verkopen. Je kunt het daarvoor een prikkie kopen. Wilfred merkte gisteravond, een paar uur na de uitzending van Boulevard, plagend op in vandaagens site: Ik wilde trouwens de mensen van Boulevard even hartelijk bedanken, want die hebben ervoor gezorgd dat de kaartverkoop vanavond door het dak is gegaan. Ja, we gaan er nu heel hard doorheen.